Het is donderdag 15 augustus. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Politie verspreidt een naam en een foto van de vermoedelijke dader van de schietpartij op de Noordakker in Spijkenisse. Herdenking van de capitulatie van Japan op de Rotterdamse boompjes. En in Rotterdam-Krooswijk is vanmorgen het Jamin-monument geplaatst. Aan de boompjes in Rotterdam werd vandaag door zo'n 60 mensen stilgestaan bij de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Met de overgave kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog en de, zoals het wel genoemd wordt, vergeten oorlog in Nederlands-Indië. Vandaag herdenken we dat 68 jaar geleden het Keizerrijk Japan zich overgaf aan de geallieerden. Op die 15 augustus kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Die dag leek alles voorbij. Niets was natuurlijk minder waar, want de gevolgen van de oorlog in Nederlands-Indië zijn zelfs 68 jaar later onder de overlevenden en nabestaanden nog dagelijks te merken. Alleen zijn er maar weinig mensen die daar openhartig over vertellen. De Indische mensen waren niet zo extravert en die wilden er niet zo over vertellen. Die wilden die tweede generatie daar niet mee belasten. Karel Bantse werd pas na de oorlog geboren, maar zijn familie zat een tijd lang in een jappenkamp. Zijn oma vertelde hem wel over het verblijf in het kamp, maar nooit hoe het er echt aan toe ging. Het waren de spannende verhalen over een soort vakantieoord. Waar spelletjes gedaan werden, veel werd gelachen, mensen elkaar hielpen. Zoals oma het vertelde, wilde je haast dat jij bij geweest was. Toen ik jaar of 12, 13 was, toen begon ik daar meer over te lezen. Toen begreep ik van mijn vader ook dat er andere dingen gebeurd zijn dan die er allemaal verteld werden. Dus ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Ja, dan kom je heel schrijnende verhalen tegen. De herdenking van de Japanse capitulatie wordt georganiseerd door Stichting Herdenking 15 augustus. Juist om wel bij deze verhalen stil te staan. En om de jongere generaties te informeren over de oorlog in Nederlands-Indië, waarover zo weinig bekend is. Dat wordt wel steeds lastiger, want de overlevenden zijn al op hoge leeftijd. We proberen nu ook contacten te leggen, omdat de laatste de Mohikanen, om met de organisatie World Child, want we zijn toch ook oorlogskind nog, die nu nog leven, om daar misschien wat connecties mee te doen, om te zorgen dat ons werk ergens een plekje gaat krijgen. Ik hoop ook dat volgend jaar hier oma's en opa's staan die hun kleinkinderen meenemen, om het op die manier door te geven. De Pleinbioscoop is gisteravond van start gegaan in het Museumpark in Rotterdam. Ruim 3600 uitgaans- en filmliefhebbers kwamen op de openingsfilm De Marathon af. Kort voor het begin van de voorstelling stonden er nog honderden mensen in de rij. Ruim 2 weken lang staat de openluchtbioscoop in het Rotterdamse Museumpark. Tot 1 september worden onder meer de films Intouchable, Jaws en Silver Lining Playbook vertoond. De politie in Rotterdam is nog steeds op zoek naar de verdachte van de schietpartij op de Noordakker vorige week zondag in Spijkenisse. De vermoedelijke schutter is vandaag op de nationale opsporingslijst geplaatst als wapengevaarlijke voortvluchtige. De politie verdenkt de 30-jarige Natjan Antonio Lina van de dodelijke schietpartij bijna 2 weken geleden. Op een parkeerplaats op de Noordakker werd toen de 40-jarige Vernon P. uit Spijkenisse doodgeschoten. De politie was al snel achter de identiteit van de vermoedelijke schutter. Buurtbewoners maakten de link naar de schietpartij in Café El Hombre in 2007. Onlangs zou de schutter daarvan zijn vrijgekomen en zou het volgens buurtbewoners dus gaan om een afrekening. Het is opmerkelijk dat de politie al na 2 weken de identiteit van de mogelijke dader vrijgeeft. Maar dat heeft volgens het Openbaar Ministerie een duidelijke reden. Omdat het hier gaat om een heel ernstig strafbaar feit waarvan deze persoon wordt verdacht. Omdat we vrezen dat er ook wel eens een herhaling plaats zou kunnen vinden. En omdat de oorzaak van de schietpartij mogelijk ligt in een langloper conflict, vinden we het heel belangrijk dat we deze persoon zo snel mogelijk kunnen aanhouden. En dat is er de reden van dat we nu deze onorthodoxe maatregel hebben ingezet. En straks wat heel anders. Ze hebben er in Rotterdam-Krooswijk even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Dit blijft natuurlijk toch wel in je hele leven meespelen, want je hebt er gewerkt en het is natuurlijk wel heel wat voor die wijk geweest. Ondanks dat de Russen zelf redelijk indrukwekkende bouwwerken hebben, zijn ze erg geïnteresseerd in de Nederlandse architectuur. Over 2 weken gaan zo'n 200 maquettes, foto's en tekeningen vanuit het Rotterdamse Nieuwe Instituut, het voormalige NAI, richting Hermitage. Kijk, hier staan alle maquettes die naar Sint-Petersburg gaan. Want daar staat die beroemde Hermitage natuurlijk. Maar waarom zijn ze daar zo geïnteresseerd in de architectuur van ons kikkerlandje?
Ze hebben natuurlijk heel lang een communistisch systeem gehad en een dictatuur. Dat betekende dat alles volgens bepaalde regels en voorschriften moest. En de curator van de Hermitage die was hier een paar jaar geleden en die was zo gefascineerd door onze rijke cultuur en architectuur. Door alle variatie die hier mogelijk is, dat zij dat ook graag, heel graag wil laten zien in Rusland. En hier ligt een aantal tekeningen die naar Sint-Petersburg gaan. De curator heeft voor de tentoonstelling Architecture the Dutch Way tekeningen uitgekozen die de Russen kennis laten maken met de typisch Nederlandse architectuur. Een voorbeeld. De doorzonwoning natuurlijk, hè, dus dat je vanaf in de voortuin al helemaal door de woning kunt kijken naar achteren. Dat is echt een typisch Nederlands verschijnsel, dat je inderdaad naar binnen kunt kijken. De verhuizing van zo'n collectie als deze is natuurlijk een hele klus. In elk geval geen kwestie van alles even in een doos gooien. Al die documenten worden per stuk verpakt. Ik heb het hier al liggen eigenlijk, hè. Zo'n fotootje. Dat wordt dus in zo'n omslag verpakt met het nummer erop. En dat gaat weer in een grotere doos. Hè, zodat ze straks ook in de Hermitage weten, oh ja, dat is die foto met dat nummer. En die moet dan ook daar komen te liggen. Dus mensen moeten natuurlijk ook begrijpen waar het dan om gaat. Op 1 september gaat het daadwerkelijk gebeuren. Dan rijdt een vrachtwagen, volgeladen met pronkstukken van de Nederlandse architectuur, naar Rusland. De zoektocht naar het Schiedamse schip de Warno wordt gestaakt. De Nederlandse en Noorse kustwacht denken dat de kans nihil is dat er ooit nog een spoor wordt gevonden van het Schiedamse schip. De omgebouwde loodsboot vertrok in maart met 8 bemanningsleden richting Schotland. Einddoel was het Noorderlicht. Met name het slechte weer onderweg werd een deel van de groep te veel. En in Schotland besloten 5 opvarenden af te stappen. De kapitein, zijn vrouw en een vriend waagden op 15 april de overtocht. Ze hadden een week later aan moeten komen in Noorwegen, maar er is niets meer van het drietal vernomen. Omdat de Warno van staal is, zal er hoogstwaarschijnlijk nooit een wrak gevonden worden, denkt de kustwacht. Dennis van Eersel op de redactie. Nou Dennis, het is eindelijk officieel. Samuel Armenteros is de nieuwe aanvaller van Feyenoord. We hebben hem boven water. Ja, de 23-jarige Zweed heeft de medische keuring van vandaag doorstaan. Heeft bovendien een eerste gesprek gevoerd met zijn nieuwe trainer, Ronald Koeman. En Feyenoord hoopt hem komende zondag al te kunnen gebruiken. Dat is broodnodig, want er staat nogal een wedstrijd op het programma. De klassieker in Amsterdam, Ajax-Feyenoord. En over een paar dagen, aanstaande zondag om precies te zijn, de VKV City Racing. We blikken elke dag even vooruit op een aspect van dat race-spektakel. Vandaag over de oldtimers die te zien zijn. Ja, want je hebt natuurlijk de racemonsters zoals we ze allemaal kennen natuurlijk. Maar ook die klassieke racewagens die rijden daar altijd rond op het parcours in Rotterdam. En die wagens die staan allemaal opgesteld in een garage van één man. En bij hem gingen wij langs. Deze auto, dat is een Lola MK3B. Hij is uit 1967 en het unieke van deze auto is dat de meeste raceauto's hebben wel eens een keer grote schades gehad. Zeker natuurlijk in het begin. En deze auto, het unieke daarvan is dat hij zijn originele chassis nog heeft. En dat er maar 3 in de hele wereld zijn die een originele chassis nog hebben. David Hart laat ons zijn garage zien. Hij was bij iedere editie van City Racing aanwezig met zijn oldtimers. En in een van zijn wagens regenden voormalig premier Jan-Peter Balkenende en minister Opstelten bijvoorbeeld zeiknat tijdens een rondje over het parcours. Ook dit jaar zijn de klassieke bolides weer te zien, zoals deze. Ook dit is heel bijzonder. Een Cobra is natuurlijk een van de meest geïmiteerde raceauto's die er maar is. Maar dit is een originele. Dan heb je 3 soorten Cobra's. Je hebt de Cobra voor de straat. Je hebt de Cobra, dat noemen ze independent race car. En je hebt een Cobra die echt voor de fabriek heeft gereden. En dit is een independent race car, dus die heeft nooit op de weg gereden. Die is echt gebouwd om te racen. Vandaar dat de waarde ook enorm is. Wil je nog meer wagens zien? Op onze website zie je een langere reportage. En zondag wordt u overhoord. Tot zover de sport met dank aan Dennis van Eersel.
Rotterdam-Krooswijk heeft eindelijk een monument voor de fabriek van Jamin die daar ooit stond. In de jaren 70 vertrok Jamin definitief uit de stad. De productie van zoetwaren was in de jaren daarvoor al verhuisd richting Oosterhout. En niets herinnerde in het huidige Krooswijk nog aan de fabriek van Jamin. Tot vandaag. Suikerzoet is het, vandaag neergezet op het Goudse Plein. Gemaakt door beeldend kunstenaar Yasser Balleman. Wat hij herinneringen heeft aan Jamin is puur toeval. Ja, dat is wel heel grappig. Toen ik gevraagd werd, toen dacht ik terug. En ik woonde vroeger in Zedongen en ik fiets altijd naar Oosterhout. En de nieuwe Jamin-fabriek staat nu in Oosterhout. Ik fiets altijd in de snoepjeslucht, fiets ik altijd naar school vroeger. Een van de initiatiefnemers is Dick Fuik, historicus en deelraadslid in Kralingen-Krooswijk. Hij schreef al een boek, De Meisjes van Jamin. Nou, dit schreeuwt natuurlijk om de woordspeling. Is Dick dubbeldik tevreden? Ik ben helemaal dubbeldik tevreden. We hebben toen Yasser Balleman zich meldde als de kunstenaar een aantal foto's aan hem gegeven. Verteld over onze ideeën, de inspiratie, zeg maar. Wat we graag in het kunstwerk terug wilden zien. En toen hij met een ontwerp kwam, waren we gelijk overtuigd. En is de Jamin voor de eeuwigheid behouden voor Krooswijk en Rotterdam? Jamin is terug in Krooswijk en Jamin blijft nu in Krooswijk. Dit zijn de historische beelden van het werk bij Jamin in Krooswijk. En dit is een van de meisjes van Jamin, Jannie Hak. Ik stond aan de dubbeldik. Ik was de inpakmeisje. Het ijsje. Het ijsje en het inpakmeisje van de dubbeldikke, ja. Van de fabriek. Het beroemdste ijsje, hè, van Jamin. Het beroemdste ijsje en wat nog steeds te koop is. 24 augustus wordt het Jamin-monument onthuld in Krooswijk de Wijk. Maar ook de man die in 1870 een chocolaterie begon in Rotterdam. Samen met zijn vrouw ligt begraven. Cornelis Jamin, hier op de katholieke begraafplaats. En of u nu van zonbewolking of een bui houdt, morgen is er voor iedereen wat wils. Het aldus. Goeiedag. De dag die begon nog met fraaie opklaringen, zoals hier achter mij in Spijkenis. Maar de bewolking die nam snel toe en we kregen te maken met regen en motregen. Nou, vannacht is een heel ander verhaal. Dan is het droog in de regio. Het koelt af naar 14, 15 graden en dat met brede opklaringen. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de middag vanuit het westen een toename van de bewolking. Vooral in de avond kans op een bui. Het wordt plaatselijk 25 graden, dus best wel warm. En dat bij een matige zuidwestenwind. In het weekend zien we slechts af en toe de zon tevoorschijn komen. Zaterdag valt er een bui. Zondagochtend valt er regen. De temperatuur daalt naar 20 graden. En zondag staat er een stevige zuidwestenwind. Begin volgende week volgt een weersverbetering. Het blijft dan vrijwel overal droog. De zon krijgt steeds meer de ruimte. En de temperatuur die gaat iets oplopen. Dinsdag wordt het dan 21 graden. Fijne dag nog. Heel graag tot morgen. En dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u ook nog een hele fijne dag verder.